Doei, poes. Goedemorgen. Het is donderdag 23 februari. Tijd voor een nieuwe reisvlog. We gaan naar IJsland. Jawel, op jacht naar het Noorderlicht. Als ik ga op reis ga, ga vliegen of op Schiphol, in ieder geval dus op Schiphol ben, koop ik altijd een boek voor onderweg om te lezen. Maar de laatste paar jaar kom ik er gewoon niet aan toe om dat te lezen, want er is te veel leuke films of ik val in slaap tijdens de vlucht. Dus ik heb nu nog, hoeveel boeken heb ik liggen, Lin? 15. Drie dus of zo. We hebben nu 2,5 uur totdat onze vlucht gaat. Even een Schiphol tip. Kijk, je mag geen water meenemen, maar als je gewoon een lege fles meeneemt, dan heb je hier, daar, op, precies op de dop, daar, zie je? Daar zit gewoon een watervulstation, dus dan kan je je watertje vullen. Dus ik geef mijn fles nu aan Linda en die doet dat voor mij. Dus... we hebben een Airbnb in IJsland geregeld. Je kan er wat lekkers meenemen, je verblijft toch bij mensen thuis. Dus wij gaan voor stroopwafels. Linda zit lekker ontspannen en ik niet. Waarom niet? Oh. Nou, vanwege de wind. We zitten gewoon in Superman the Ride. For ja. Free. Ja, oh ja, ze moet. Laat ik dat gelijk. Daar moet je een gordel om doen. Wat ik niet zo tof vind, is dat het heel hard waait. Want ik ben niet zo'n. Voor iemand die veel reist, ben ik niet een onwijze vliegfan. En zeker niet met windkracht 7 of 8. Dus het wordt nog een beetje spannend. We do apologize for this delay of departure. We leven nog. Ik heb een beetje klamme handjes. Er stond heel veel wind en we klapperden alle kanten op, zoals je zag. Nou, het doet me helemaal niks. Net 40.000 IJslandse kronen gepint. 350 euro ongeveer. En ik denk niet dat we nog voor het donker in Reykjavik zijn, helaas. Want het is ongeveer 3 kwartier rijden. Ik kreeg mijn waarschuwing mee voor morgen. Het is nogal een storm met veel wind en dergelijke. Dus ze raden aan om morgen niet naar het zuiden te gaan. En dat komt goed uit.
Want we hebben morgen een stadswandeling gepland. Ja, dit is hem. Auto heeft al aardig wat schade. En we hebben nog meer schade gecheckt. Goed gespot van Lin, dus dat moeten we nu nog even gaan melden. Niet aan de wijn? Nee. Wat kost een wijntje? Nou, ik dacht voordat ik het ga bestellen even informeren wat de prijzen een beetje doen hier qua alcohol. Je weet wel hoe kouder het wordt, hoe duurder de alcohol. Maar we kwamen neer op 1500 kronen voor het kleinste wijntje. Volgens mij komen we uit mini formaatje op 12 euro. De tip? Neem een rolkoffer zoals deze.